We hebben als maatjes nog wel veel plezier met elkaar. Maar voor ons beiden is het beter als we elk onze eigen weg inslaan. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat we voorlopig met rust gelaten willen worden. We gaan dit eerst verwerken, schreef Peter Gillis in een statement op sociale media. Onder Peters bericht wordt massaal gereageerd. Wie moet nu zo'n veters strikken, wordt er gelachen. Maar ook voor Nicole zijn de reacties niet mals. Beter zo, ze zat alleen achter je centen aan, vindt iemand. Mag ze gaan werken voor haar geld. Jullie hadden nooit een relatie, jij werd alleen misbruikt door haar voor je geld, klinkt het nog. Goed bezig Peter, een strik eromheen en bij het grof huisvuil zetten maar. Nu zullen de kijkcijfers wel omhoog gaan nu dat Mormel weg is, klinkt het bijzonder scherp. Tijd voor een vrouw die het om je hart doet, niet om je portemonnee, lezen we nog. Zonder geld zal Nicole wel een beetje op haar tellen moeten passen. Nu zal niemand die ongelooflijk schofterige manier van werkvolk behandelen nog pikken.